Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki in gesprek met Arise News. Museale instellingen cruciaal voor behoud cultureel erfgoed. Lions Club overhandigt verkeersvlaggen aan KPS. En Media Delegatie Suriname voor Views Exchange Program in China. Tijdens zijn verblijf op de Bahama's voor de jaarlijkse Afreshima Bank Meeting had president Chandrika Prasad Santokki een gesprek met Arise News. Arise News is een wereldnieuwskanaal gevestigd in Londen met studio's in New York City, Londen, Johannesburg, Abuja en Lagos. In het interview op 15 juni benadrukte het staatshoofd het belang van samenwerking tussen Afrika en het Caribisch gebied. Yes, good afternoon. I think it's very important that the two regions, the African region and the Caribbean region, should meet and should discuss about each other's future. Why? Because we know about the history, we know about the past, and we can look at it and give our comments, but we cannot change it. But what we can change is a future, to shape the future jointly with the African nations there and their descendants in the Caribbean, with the Caribbean people here, with the roots there in Africa. And I think that maybe we are too late, but not too late to start today to think about our future. So the Caribbean countries are united in CARICOM, the Caribbean community, but you have the wider Caribbean. So it is not the Caribbean as it is on the map, but as the Caribbean with its network in doing business with the region. So if you do business with the Caribbean, you're doing business with 700, 800 million people in Latin America, South America, Central America, North America, we do have access. On the other side, we see the developments in the African nations, where we all are developing countries, but we're making progress. Slowly, we're growing, and we'll become once developed countries, but we can do it jointly. And that's my view, that giving the opportunities what we have between the two regions, we have to make maximum use. How? Firstly, you need to have the meeting on the regional level. That's happening now. Yes. The meeting between two regions. Yes. Then you need to go a level lower, meeting between nations. Then you have the meeting between the governments. Then you have the meeting between the private sectors, the financial sectors. And the most important one is the meeting between people. People to people contact. Suriname, my country, yes, is comprising of 600,000 people on a territory of 120,000 square kilometers and a maritime zone larger than the continental area. So here's the opportunity to get that assistance from the African country. But there are conditions. One of the things is you need connectivity. And the connectivity within the Caribbean is a challenge. Yes, sir. But you have opportunities there in Africa. You have airline companies. I've seen business people coming to Suriname for the first time after so many years. They're interested in Suriname. The interest is Guyana because of the oil and gas. But the oil and gas had put us on the map
This meeting is particularly initiated by the Afreximbank Bank. And that's the most important meeting I had within 2 days, two meetings with the president of the Afreximbank Bank, Professor Benedetto Orama, to speak it correctly. And he will come to Suriname. I had provided them the development and also the business opportunities. He was very interested. He had introduced me to some influential business people and companies. And that's an indication that there is a strong need, access to capital with a reasonable interest rate. My country has provided capital with a rate of 11-12%. So I think there are opportunities also in the oil and gas, because our oil company is looking for capital. Our oil company, national oil company, needs to invest after the FID. The FID, the final investment decision, will be announced before the end of this year. That means that as company with your 20% share in the oil business, you have to come in with capital. And that's more than $2 billion. Where will you find that capital? Here is the opportunity to discuss with the financial system, to discuss with the Afreximbank Bank what the opportunities are, what the surfaces are. That is what we have missed all the years, the South-South cooperation, yes, to bring the community together, to bring the business people together, to bring the financial sector together, to bring the opportunities together. And then you will see that we can develop a market of more than 2 billion people, where everyone can do good business. And I believe what I've seen up till now in this conference, that we can improve the quality of life of the people. We are not inviting only investors, but we need partnership. We need friendship. We need also that cultural cooperation. And I believe if your people come to Suriname, and they will visit my people in the far hinterland with their own tradition, their culture, their language, their spirituality. Faude, faudeng, mekari kong pukona sernang, fuluku dem brother ngasisa fusernang. Museale instellingen bewaren en tonen het cultureel erfgoed van een land, waardoor toekomstige generaties hun geschiedenis en cultuur kunnen waarderen. Ze bieden educatie en inspiratie, versterken nationale identiteit en trots en bevorderen sociale cohesie. Op vrijdag 14 juni heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in samenwerking met de Nationale Museumcommissie Suriname een consultatie gehouden voor museale instellingen. Wij voeren u terug naar het moment. We weten dat het museumwezen behoorlijk wat achterstanden heeft in aandacht, prioriteiten. En we hebben ook middelen tekort, maar toch is het een mooi type element van Suriname dat we een beetje een revival moeten gaan geven. Ons team is bezig en wat is mooier als we dat kunnen ophangen aan een wat groter project, wat wij dus hebben genoemd, dus de dossier voorbereiden, ideeën voorbereiden rond het museumbeleid, rond het Nationaal Museum. Maar we weten dat er genoeg musea zijn in Suriname die een moeilijk leven leiden, laat me het zo zeggen. En we moeten natuurlijk dat in beleid gaan revivalen. De directeur gaat ook wat van zeggen straks. Belangrijk is dat we dit grote project moeten koesteren. En dat betekent iedereen die daarbij betrokken kan zijn en moet zijn, zal erbij moeten zijn om het dossier klaar te maken. We hebben wat elementen gehad, de voorbereiding met Nederland, omdat daar artefacten van ons liggen te wachten om terug te brengen. We hebben financieringen besproken nu met de PURP 2. Daar zijn ook ruimte voor de financiering. Nederland heeft toegezegd, dat komt uit het verslag straks, om heel intensief intern met opleiding, training, et cetera, te helpen. En dan, derde component, het is een Surinaamse zaak. En onze stakeholders die nu bezig zijn, horen maximaal, optimaal betrokken te zijn bij dit proces.
U weet dat het museumwezen weer een soort blikvanger moet gaan worden, gelet op toerisme ontwikkelen, gelet op ook educatieve activiteiten rond onze jaren, historische feiten in zicht brengen, onze culturen, onze historische zaken goed conserveren. En daar is geld voor nodig, structureel geld, incidenteel geld. En we gaan die sector toch een beetje goed moeten even ordenen weer, om goed te kijken op de problemen. Ik weet dat we in het laatste stadium nog een groter congres hebben in mind, hè, los van dit. Waarbij we dus ook wat breder moeten gaan zeggen over versterking van de institutionele, capacitaire en natuurlijk het museumwezen in zijn algemeenheid. Belangrijk is dat wij vandaag die aftrap willen geven, omdat alle voorbereidingen worden gedaan nu voor inventarisatie en dossiervorming, omdat we echt een aantal snellere stappen moeten gaan doen om ook dit planningtijdlijn in kaart te houden om snel naar de bouw te gaan van er is nogal wat, weer ook wat voorwerk nodig. U weet, de plek is ook op een gevoelige plek. En dat betekent architectonisch, maar ook inhoudelijk zullen een paar hele flinke stappen worden gezet de komende tijd. Wat belangrijk is, denk ik, dat we een structuur moeten gaan ontwikkelen rond dit project, waarbij we toch de optimale betrokkenheid kunnen krijgen van de sector. Dat bedoel ik museumwezen. Omdat we moeten kijken naar wie zit in die commissie, wie zit erom als stuurgroep of klankbordgroep, omdat er natuurlijk alle hens op dek en deskundigheid van Suriname rond museumwezen moet toch wel betrokken zijn bij keuzes maken, bij benaderen. Wij willen vanuit het ministerie toch erop toezien dat de betrokkenheid van het veld zo optimaal mogelijk kan zijn. En vanuit het commissiewerk ga je denkgroepen moeten hebben in taakgroepen. Ik weet niet hoe dat allemaal heet, maar ik ben voorstander om toch een stukje structuur projectmatig in te brengen waarbij we naast de commissie de ondersteuning kunnen krijgen. En ik denk vandaag is toch het mooie dag om dat soort initiatieven ook te kijken hoe het werkt. Dat de commissie rond het voorbereiden van dit project ook de betrokkenheid kan optimaliseren rond dit project. En daar gaat het om. Treedt u in contact vandaag. En ik denk dat we blijvende momenten moeten hebben van feedback met de commissie. En breng ze alsjeblieft in de structuur. Dat zou mijn voorstel moeten zijn. U moet uw plaats een beetje krijgen. Sommige mensen gaan zich met specialistische vraagstukken weg. Want het hele werk is vanuit de commissie is enorm. Maar je moet het taakgewijs uit elkaar halen. En ik hoop dat u bereid zult zijn met uw deskundigheid van uw mensen binnen de structuren te participeren om dit project tot een succes te brengen. Vandaag is de eerste aanzet en het zal niet de laatste zijn. Heel veel succes en ik verklaar natuurlijk dit moment voor geopend. Dank u wel. De afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname heeft 8 verkeersvlaggen ontvangen van de Lions Club. Lucas Ooft, coördinator van dit project bij de Lions, verklaarde dat de vlaggen zijn bedoeld om het bewustzijn van verkeersveiligheid in de samenleving te vergroten. De vlaggen, die op 17 juni zijn overhandigd, zullen op strategische locaties worden geplaatst en bij elke verkeersdode half stok worden gehezen. Ik zorg voor de voortgang van dit project, waarbij dus het materiaal aanwezig is, het onderhoud van de masten en het contact met het KPS. Dit project is al in feite vanaf de 60er jaren aan de gang. Het is toen gestopt, maar in 2010 is het weer door ons opgepakt. En we zijn dus weer met het project begonnen, waarbij we op verschillende plaatsen in Paramar, in Suriname, deze masten hebben opgezet en waarbij die vlaggen hangen. De bedoeling is dat we dus de bedoeling is dat we het bewustzijn voor verkeersveiligheid willen bevorderen
middels deze master. En het gaat als volgt te werk. De masten, de vlaggen hangen in top. Maar wanneer er een verkeersdode valt, dan zorgt het KPS ervoor dat zo'n vlag half stok wordt gehangen. Waardoor de weggebruikers zien dat er iets is gebeurd. Namelijk, de symboliek van een half stok is dat er altijd iemand zijn leven te betreuren valt. Dus op die manier willen we dan de gemeenschap erop wijzen dat er weer een dode is gevallen. En zoals commissaris Hunte het zei, elke dode is er een dode. Dus vandaar dat we het op die manier willen. Vandaar we het op die manier aanpakken. Ik vond het een heel goed idee van hem, omdat het spreekt toch wel tot de mensen. Hè? Dat we toch zoveel dagen zonder een dode te betreuren hebben dat we het tot zover hebben gebracht. En dat is eigenlijk een manier om het bij te houden, maar niet alleen bijhouden, maar ook om de gemeenschap een push te geven, een stimulans te geven om nog meer dagen zonder doden te hebben in het verkeer. Dus we moeten kijken hoe we dat kunnen doen. De vlaggen zijn wel een iets van op afstand. Dus een cijfer of een tekst erbij zou een beetje misschien niet mogelijk zijn. Maar in ons plan dat we hebben, als het doorgaat, dan willen we ook de hele sector erbij betrekken. De hele automotieve sector. En ook middels internet en televisie de bewustzijn bevorderen. De vlaggen zullen conform het initieel project waarvoor die zij overhandig worden ingezet. En het is niets anders dan een awareness naar de samenleving toe. Als ik direct eraan mag toevoegen. Het is de bedoeling dat zolang er geen verkeersdoden zijn, de vlag in de top wappert. Op het moment dat wij het bericht krijgen dat er dus een verkeersdode is, dan wordt de vlag half stok gehangen. Er zijn thans 8 aangewezen plekken die denk ik op bepaalde strategische plekken zijn. Namelijk, ik denk vooralsnog in de buurt van politiebureaus, maar ik denk ook drukke kruispunten. In elk geval in het zicht van de samenleving. Laat mij erbij vermelden dat, voor zover ik dat weet, de politie de plekken niet heeft uitgekozen, of althans in samenwerking met in dit kader, dus of in dit geval de Lions Club, de plekken zijn bepaald. Een Surinaamse delegatie bestaande uit een 7-tal mediabedrijven onder leiding van Sherlik Lilienthal, woordvoerder van de president, vertoeft momenteel in China. Dit bezoek, georganiseerd op uitnodiging van de Chinese ambassade in Suriname, duurt van 9 tot 20 juni 2024 en richt zich op het versterken van de samenwerking tussen Suriname en China op het gebied van communicatie en media. Alle kosten voor deze reis worden volledig door China gedekt. Dit programma is bedoeld om de samenwerking tussen Surinaamse en Chinese mediaorganisaties te bevorderen. In navolging van de Memoranda of Understanding, MOUs, die werden ondertekend tijdens het staatsbezoek van president Santokki aan China. De delegatie bestaat naast de woordvoerder van de president uit communicatiekabinet-president, CKP, STVS, Times van Suriname, Dagblad Suriname, ATV, De Ware Tijd en de Surinamese Chinese Televisie, SCTV. De groep kreeg een rondleiding door het nieuwe geavanceerde mediacentrum van Xinhua News Agency.
De eerste ontmoeting was met Xinhua News Agency, waar met Yuang Bingzhong, deputy president van Xinhua, van gedachten is gewisseld hoe de samenwerking op het gebied van communicatie versterkt kan worden. Er werden voorstellen gedaan voor de uitwisseling van content en personeel. Hoewel Mediateam Suriname uit vertegenwoordigers van verschillende mediabedrijven bestaat, opereert zij als één team en draagt zij de waarde en diversiteit van Suriname uit. Dit bezoek biedt niet alleen voordelen voor deelnemende mediaorganisaties, maar draagt ook bij aan de bredere ontwikkeling en vooruitgang van Suriname door kennisuitwisseling en versterkte internationale samenwerking. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.